nieuwe basisplek. Een redelijk defensieve opstelling toch van Tom van Imschoot met op papier 5 verdedigers van Laas en de Schrijf. Terwijl die Matthias de Lorge toch eerder een aanvallend ingestelde speler is. Thorisson kan eens gaan uithalen en op de paal. Oh, wat een waarschuwing van de IJslandse flankaanvaller. Nukvi Thorisson. De vingertoppen van Jarno de Smet verijdelen de openingsgoal. Ja, goeie save hoor van Jarno de Smet. Die daar prima bij zit. Thorisson. De Palieters nu even in hun schuld. Dat duel verloren door aanmakers. Een schot opnieuw van ver. Andermaal de vingertoppen van de Smet. Dit keer wel een hoekschop. Thibaut Bate. Los van het balverlies bij het schot van Thorisson. Bezig aan een goede eerste helft. Tabekou steekt over. Verlegd tot bij de Schrijver. Gaat dan postvatten. De voorzet van de Schrijver is een goede. Naar de kopbal van Laas. Te centraal. Voor Bill Lathouwers. Thibaut Verlinde nu. Heel wat ruimte voor hem. Thorisson is voor de goal, maar ook Verlinde. Uiteindelijk is het niet de goal. Even de optische illusie. Op de counter met Verlinde die de tijd heeft. Dan een listig balletje tot bij Baten. Uiteindelijk tot op links. De Schrijver, ja, de tackle van Andy Koshy. En dan op zijn beurt eentje van Wekemans. Dat is een rode kaart. Ja, dat wordt een rode kaart. De achterzak van Van Driessen en het rood voor Daan Wekemans. Zuur te staan hier. Eerste tackle van Koshy op de Schrijver. Die was er toch ook absoluut niet naast. En dan nog eens kijken naar Wekemans. Op snelheid. Dit is geen buitenspel. Serge Tabekou kijkt naar Pieter de Schrijver. Hoe hij zich op gang trekt. Is nu voor de goal. Timing niet helemaal goed. Dan stond al enkele seconden buitenspel. Beseft, nee, we staan met z'n tienen. Niet te veel in de val gaan lopen. Verlinde van op rechts. En de goede bal en dit is de goal. 1-0 of 0-1 liever voor Beerschot. En het is Thibaut Bate. Beerschot bekroont het overwicht. En Liersen met zijn tienen op een 0-1 achterstand. En duikt nu op de goede plek. Jan van den Berg lanceert de bal tot op rechts, tot bij Thibaut Verlinde. Die de afgelopen minuten duidelijk goed in zijn vel zat. Verliep vaak via hem. En dan duikt hij op. Op enkele meters voor Jarno de Smet helemaal vrijgelaten. Nog eens kijken bij Liersen. Is het teruglopen en dan staan zowel Thorisson als Bate helemaal vrij. Een koud kun. Nou, de run maar zomaar inleveren. En kijk eens naar de onbestaande restverdediging bij Liersen. Dit moet de 0-2 worden voor Beerschot. Met Thibaut Verlinde die hem geeft tot bij Thorisson. De Smet komt uit zijn doel en houdt Liersen nog in de match. Voor deze laatste minuten. Tenzij. Thorisson nu tot op links. Andermaal Verlinde. In tweede instantie nu er voorbij, maar dan het schot afgeblokt. Ja. Spelen. Pupe die wel nog het gat komt toelopen. En de Smet die attent staat te keepen. Aan hem zal het niet gelegen hebben. Afvallende bal. Het zekere voor het onzekere nemen. En dan kunnen vieren voor Beerschot. Einde van de match. Einde van deze zondagnamiddag derby. 0-1 zegen voor Beerschot.